Tom Boonen, wieleranalist. Kan je je helemaal vinden in de selectie van bondscoach Rick Verbrugge? Ja. Begrijp je het enthousiasme van Jan Bakelands over het WK Mixed Relay? Ja. Vind je de sokkenmeting van de UCI belachelijk? Ja. Als de weersomstandigheden zondag echt extreem zijn, moet de UCI het WK dan afgelasten? Nee. Komt Remco Evenepoel ervaring tekort om zondag echt mee te spelen voor de wereldtitel? Misschien. Als Peter Sagan zegt dat hij niet wakker ligt van een vierde regenboogtrui, geloof je hem dan? Nee. Wordt Mathieu van der Poel zondag wereldkampioen? Misschien. Is de erelijst van Philippe Gilbert ondertussen groter dan die van jou? Nog niet. Moet Wout van Aert een schadeclaim indienen tegen ASO? Nee. Heb jij je originele regenboogtrui nog? Ja. Van harte welkom bij Extra Time Koers, een programma waarin renners analisten worden en moeiteloos 60 minuten kunnen palaveren over een wedstrijd die pas binnen 3 dagen gereden wordt. Voorbeschouwen om dat WK doen we met 4 mooie gasten. Aan de ene kant van de tafel is het De Kempen boven, samen alles gewonnen in het voorjaar wat er te winnen valt. Balen en Olen, Tom Boonen en Jan Bakelands. Aan de andere kant van de tafel zijn De Kempen nog altijd vertegenwoordigd. Het gewicht komt weliswaar uit Gent. Nog 2 mannen met een gefundeerde wielermening. Wout van Aert en Iljo Keijsen. Tom, je hebt hem nog. Je hebt hem nog, de regenboogtrui. Ja, die waar hangt hij? Ingekaderd op mijn hobbykamer. Oké, die gaat nooit meer het huis uit. Nee, dat is echt een mooi reliquie. Ja, samen met de kassei, zijn dat de enige trofeeën die bij jou thuis staan? Maar dat hangt ook niet opzichtig. Hè. Niemand gaat die te zien krijgen bij mij binnen. Maar dat is eigenlijk niet bewust. Ja. Ik heb die daar eens gehangen en die hangt er nog altijd. Voilà, zo simpel kan het soms zijn. Wout, ja. Waar hangen die van jou? Die van het veld dan? Nick Elders. Ook weggestopt. Ja. Maar bij mijn rollen, dus ik kan er wel eens naar kijken. Als okay. Ik heb eigenlijk maar 2 truien omhoog hangen. Dat is die groentrui van 2007 en die WK-trui. En ik weet niet waarom, man. Ik heb een geel trui, maar die heb ik ook niet omhoog hangen. Ja, maar die heb je niet gehouden, misschien tot op het einde. Nee, best niet. Ja. Nee, maar ik bedoel, die van groen hou je dan? Dat is misschien specialer. Ja. Ja. Wout, hoe gaat het met jou? Ondertussen? Goed. Ondertussen gaat het stappen steeds beter. En ja, ik ben dagelijks bij de Kenny aan het werk om sterker te worden en snel terug op de fiets te zitten. Ja. In welke fase zit dat dan nu, die revalidatie? Nu sta ik nog steeds vooral oefeningen om mijn rechtse been sterker te maken. En ja, als ik terug rechts en links een bepaald evenwicht heb, dan moet ik nog terug aan stabiliteit winnen. Dan kan ik volle bak op de fiets. Ja, wij wensen jou natuurlijk alle beterschap. Iljo, wees welkom. Ja, dank u. Bij Extra Time Koers. De allereerste keer voor jou hier. Je krijgt het er warm van, zie ik. Ja, ik heb een zweetaanval. Is het de Klerk-syndroom? Dat gebeurt hier al eens. Dat is en de helemaal geen probleem. Die hebben dan. Dat gebeurt af en toe. Hoe gaat het met jou? Ja, ça va. Niet het beste seizoen, maar ondertussen. Dat is echt erg. Laat het gewoon gaan. Iljo, doe de vest uit. Hemd mag open als het nodig is. Je kiest maar. Enfin, in ieder geval, Wout zit al in de Lappenmand een tijdje. Jij hebt ook in de Lappenmand gelegen na Parijs-Roubaix. Ja. Tips voor Wout om zo'n lange periode door te komen? Het is hard werk natuurlijk. Hè. Het is iets dat tijd kost. Ik heb uiteindelijk mijn simpele elleboogbreuk toch een dikke 4 maanden verloren. Dus ik denk dat Wout zijn blessure wel een stuk erger was. Dus ik, het is gewoon iets dat heel veel werk, heel veel tijd, heel veel opoffering kost om terug op dat gewenste niveau te komen. Oké, goed. We gaan jou even verder laten zweten. Zullen wij ondertussen het gesprek. Er ligt volgens mij wel een handdoekje klaar. We kunnen je dat zo meteen wel geven. Jan, jouw WK zit er al op, hè? Ja. Wat was het avontuur in Engeland? Het was plezant. Toch? Ja, absoluut. Ja. Enthousiasme over de mixed relay? Ja, ik ben er ook wat per toeval ingerold, maar ik heb me eigenlijk goed geamuseerd. En ja, helaas was Frederik ziek. En hebben onze kansen niet naar behoren kunnen verdedigen. Maar, daar sta je, Jan. Wie weet, groeit het uit tot iets. Groeit het uit tot iets, mannen? Geloven we erin? Ja. Ik denk dat wel. Ja? Ik zie daar bedenkelijke gezichten. Hier zitten de believers. Ik heb nog mijn twijfels. Ik vond de ploegentijdrit sowieso spectaculairder en mooier om naar te kijken. Maar ik zou het eerst een keer willen zien als echt alle toppers van elk land meedoen. En dan wordt het een betere
Voilà. Ja, ondertussen wordt Ilja hier bediend op zijn wenken. Hij kan deppen zoveel hij wil. Nee, maar ik vind de ploegentijdrit ook een veel... Ploegentijdrit dan met de merkenploegen vond ik een veel indrukwekkender nummer. Maar ja, in de huidige tijd denk ik dat dit wel zijn plaats heeft. Ja. En als het Olympisch wordt, mannen? Gaat dat dan een hoge vlucht nemen, Jan? Voilà, dus dat wat ik zeg. En dan kan ik toch maar zeggen dat ik ooit bij de eerste WK Relay ploegentijdrit aanwezig ben. Je was erbij. Je was erbij, absoluut. Ze hebben het nu ook voor volgend jaar al van plaats gewisseld. Hè. Gaat dat daardoor aan belang winnen, denken jullie? Het zal wel een verschil maken, denk ik, ja. Ik bedoel dat de individuele tijdrit dan in het weekend, het eerste weekend, wordt gereden en de mixed relay op woensdag, vermoed ik. Ja, je ziet duidelijk wat ze willen promoten. Dus ja. UCI heeft daar een enorme som prijzengeld aan vastgehangen. Als ze dan ook nog eens de plaatsing van het individueel WK tijdrit bij de mannen gaan verplaatsen voor de teamrelay, dan denk ik dat de prioriteiten wel duidelijk zijn. Mm-hmm. Ben jij ervoor gaan zitten, Ilio? Voor de mixed relay? Ik ben geen geweldige voorstander van, maar ik denk ook als ze het zo gaan promoten en een betere plaats geven en prijzen geld en punten en Olympisch, ja, dat iedereen er aan deelnemen, sowieso. Maar ik vind het jammer dat daarvoor de ploegentijdrit moet verdwijnen. Like iedereen, denk ik. Ja, dat is. Wij zaten met een zieke, hè? Frédéric Frison heeft het al gezegd. Hebben ze jou niet gebeld? Niemand om mee te doen? Maar ik zou het ook niet gedaan hebben. Je zou het niet gedaan hebben. Was er nu echt niemand te vinden, Jan, om die arme Frédéric Frison te vervangen? Ik veronderstel dat ze het maximale gedaan hebben en dat ze niemand hebben gevonden. En ja, het waren ook nog wel wat koersen in België dan, waar er ook veel renners aan deelnamen, like, in Panis en die dingen. Wanneer heb jij telefoon gekregen om mee te doen? Voordat ik naar Canada vertrok, ruim op voorhand eigenlijk al, ja. Jij wist het? Ik wist het. Eerst was de vraag of ik het had, zou zien zitten. En ja, ik had toch niks beters te doen, dus... Voilà. Dan is een mens al eens van huis. Dat is altijd gemakkelijk natuurlijk. Mannen, we gaan voorbeschouwen op de wegwedstrijden die er nu aankomen. Er is vandaag al bedrijvigheid geweest in Yorkshire met de wegwedstrijd bij de junioren. Bij de mannen, de Amerikanen hebben het daar in handen genomen. Hè. Misschien hebben jullie die beelden nog niet gezien. Iedereen heeft zijn werk overdag natuurlijk. Heeft een Amerikaan gewonnen. Deze man, Quinn Simmons, uitgeregend zoals jullie kunnen zien. Het is een afvallingsrace geworden. Simmons die gooit eigenlijk al vrij vroeg zijn kaarten op tafel. Dat is toch een interessante factor om mee te nemen. En die gaat solo aankomen. Met bijna een minuut voor. Eerste Belg is Milan Paulus, die wordt tiende. Want deze man is wel de heerser. Wat ik me daarbij afvroeg, zitten de toppers nu naar zo'n wedstrijden te kijken? Proberen die daar wat van te leren? Kijken jullie vroeger naar wedstrijden de dagen ervoor? De belofte keken we meestal wel. Belofte wel, maar junioren niet speciaal. Het is echt wel anders koersen bij de juniors. Belofte leunt vaak toch al dicht tegenaan hoe dat het bij de profs gaat verlopen in de eerste uren. Maar de uitkomst is vaak ook heel verschillend. Ja. Of steek je wat op van het parcours door naar die wedstrijden te kijken? Of moet je dat toch zelf gaan ondervinden? In het veldrijden keek ik altijd wel naar de jeugdwedstrijden. Ook de junioren? Ja, maar ook als fan vooral. Ja, van het veldrijden. Dat ik het niet wil missen. Oké, goed. Nog een opvallend beeld van deze wedstrijd vandaag, mannen. Jullie moeten eens meekijken. Dat is een Nederlander. Een jongen heet Casper van Uden. Die moet afstappen op een bepaald moment. De nood is hoog en dat begrijpen we natuurlijk. Dus die moet... Je moet snel ergens binnenduiken. Voilà, dat is op deze manier geflikt. Nog niet helemaal. Nog niet helemaal. Er gaat nog wel een beetje tijd over. Vroegen wij ons af, komt dat vaak voor in wedstrijd eigenlijk? We zien dat niet zo vaak in beeld. Zitten renners vaak met problemen? Niet zo vaak, hè. Maar dat gebeurt natuurlijk, hè. Gebeurt het? Het gebeurt, ja. Zeker in een grote ronde. Ik denk, in een eendagswedstrijd is het makkelijker om te zeggen van jongens, vandaag niet. Maar dus in de Tour of in Giro heb jij het ook wel eens meegemaakt dat je de kant bent ingedoken? Gebeurt. Ja, dat is, lijkt me maar niet de makkelijk. Kant, de kant is in hoogste nood. Hè. Denk, een tankstation of... ja. Allemaal gedaan. Ja. Jan, jij last van gehad? Ik denk dat iedereen er wel eens last van heeft gestaan. Niet altijd op met de maag die in orde is of je bent soms fysiek. En ja, dan moet je een keer stoppen. Hè. Ja. Kan dat soms ook een uitslag beïnvloeden? Ja. Ja? Jij bent ervaringsdeskundige, Tom? Ik heb een podiumplaats in Parijs-Roubaix laten schieten omdat ik een bruin streep in mijn had. Jij was podiumrijp eigenlijk in Roubaix. Ja, ik heb dus één jaar echt verschrikkelijke krampen gehad en ik kon niet meer trappen. En we zaten in een situatie, de laatste 25 kilometer, en ik kon nog winnen. En er was geen andere mogelijkheid, dus laten gaan. Zat in mijn broek. Laten gaan, ja. En waarom ben je dan niet op het podium geëindigd? Wel, omdat nadat ik dat gedaan had... had ik eigenlijk een heel bevrijd gevoel. En ben ik van dat groepje waar ik bij zat, die wou er niet mee overpakken, ben ik daarvan weggereden. En toen kwam ik alleen in de achtervolging op Roger Hammond en Bjorn Leukemans voor plaats 2 en 3. En ik kom de piste opgedraaid en ik dacht, yes,
ze gaan voorblijven. En toen zag ik die man op begonnen surplassen. Zo. Ik zei, shit, ik was aan het terugkomen. Ik dacht van, ja, ik kan echt niet op het podium staan met een bruine streep in mijn broek. Dus ik was heel content dat hij begon te sprinten. Ja, die man heeft op het podium gereden omdat jij in de broek moest doen. Enfin, nee, maar uiteraard ook. Ik heb voor de rest nooit ergens moeten stoppen of zo. Dat was... dus uitgerekend in jouw Roubaix heb je dat meegemaakt? Ja, krampen, hè, want waarschijnlijk te veel gelletjes en niet genoeg gedronken. En dat was een redelijk warme editie ook. En dan niet genoeg vocht en dan ja, suiker blijven op die maag kappen. Ja. Maar ik concludeer wel uit jullie verhalen allemaal dat dat eigenlijk wel vrij vaak voorkomt. Hoewel wij dat niet altijd in beeld zien. Allemaal goed, hè? Dat moet ook niet heel gebruikt worden. Dus niet meteen niet op tv. Wel, het is waar. Straks gaan we nog live naar onze man in Yorkshire, mannen. Ik denk dat de persconferentie daar op dit moment bezig is met Van Avermaat en met Gilbert Maarten van Grambeer. Die heeft daar een afspraak met Remco Evenepoel en met Oliver Naas. Maar we gaan naar de momenten van de week natuurlijk. Ilio, jij mag van wal steken. Ik ga dat even kort kaderen. Jij hebt jouw moment maandag al doorgestuurd naar mij. Maar het was een moment dat gisteren pas heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Dat moet je toch even uitleggen. Hij had mij gevraagd, stuur een keer een moment door. En ik zei, ik neem Remco Evenepoel. Ik heb eerst gezegd, een Belg die wereldkampioen wordt. En ik denk Remco. Iris, hè? Remco, je wou inderdaad de beelden van de wereldkampioen zien. Ja. Je was vrij zeker van je stuk. Ja, vrij zeker. Ik had Rohan Dennis een tijdje niet meer gezien. En ik was hem eigenlijk al vergeten. Dus ik dacht dat Remco de kloppe man was. Maar als je dan na de wedstrijd ziet... Dennis was echt wel uitmuntend, maar toch wel een prestatie van... Van Remco Evenepoel, absoluut. Maar je zegt zoiets natuurlijk omdat je ploegmaat bent, omdat je weet wat hij ervoor doet, omdat je weet hoe klaar hij was. Kan je ons daar eens een idee van geven? Waarom jij... Ja, ik heb hem sinds dit jaar een beetje beter leren kennen. Ik heb gemerkt dat hij iets in zijn hoofd steekt dat er goed in zit en dat hij daar ongelooflijk kan op focussen. Zo'n inspanning van die afstand, dat echt iets is voor hem en ook nog dat parcours. En er wordt gezegd dat hij naarmate... de wedstrijd langer duurt, dat hij beter wordt. Of minder slecht. Laat minder ons hopen voor zondag dan. Ja, ik weet het niet. Dat was Koen Pelgrims. Je kent hem wel, denk ik, Koen. Een van zijn trainers. Ja, of zijn trainer. Van de ploeg ook. Ja, ja ik weet niet wat dat... Ik denk dat hij zelf ook nog een beetje zijn limieten moet zoeken. Maar het is wel duidelijk dat hij blijkbaar heel veel aan kan. Hè. Ja, dat wisten we inderdaad al. Rowan Dennis, mannen, heeft hij ons verbaasd? Ja en nee. Of gezien de situatie toch helemaal? Iedereen weet wat Rohan Dennis kan. De manier waarop hij het WK heeft voorbereid was misschien niet de meest normale manier. Maar ja, hij heeft zich blijkbaar heel het gepikeerd gevoeld. Ja, ongelooflijk. Teniet gedaan gevoeld na die ronde van Frankrijk. Oké, dat is één ding. Je kunt je slecht behandeld voelen. Maar om dan wereldkampioen tijdrijden te worden, met eigenlijk redelijk... Ja, met een groot verschil. Ja, niet een klein beetje. En die voorbereiding zal het niet geweest zijn zoals het met zelf wou. Weinig competitie of geen competitie. Geen. Dan is dat toch echt straf. Ik had hem wel verwacht. Hè. Ik had wel verwacht dat hij zeker ging mee op het podium, maar om dan echt zo'n redelijk groot verschil te winnen. Ja. We zitten nu met twee mannen die in een Tour waren. Wat is daar precies gebeurd? Is er nog meer te vertellen dan hetgeen wij in de... Ik was niet in een Tour. Eén man, sorry. Ja, inderdaad. Ja, dit jaar niet. Ik heb hem af en toe gezien in het peloton en het leek dat hij zich... van weinig iets aantrok, dat hij zich altijd aan het sparen was, dacht ik, voor de tijdrit. En dan kwam plots het nieuws dat hij afstapte. Dus, ja. En wat wordt er dan nog de dagen daarna over verteld? Maar ja, jij was weg natuurlijk. Ik was redelijk snel weg, maar ja, je bent zo bezig met de koers dat eigenlijk gehoord had. En, ja. Ja. Over Remco Evenepoel, we hebben de beelden net gezien. Is dat nu de beste tijdrijder die ons land rijk is op dit moment? Ja. Ja. Beter dan Kampenaerts, Lampaert, Van Aert? Ja, ook. Die jongen is eigenlijk eerstejaars belofte. Hè. Die was vorig jaar junior. Die wordt tweede in een 2K tijdrijden bij de profs. Het is eigenlijk gewoon, dat is ongezien. Ik heb nog nooit iemand niet geweten in de geschiedenis van de wielrennerij die dat op deze leeftijd, ook op dit moment van de wielrennerij, dus niet over 30, 40 jaar geleden of zo, want het is echt ongezien. Dus dit jaar al 10 keer eigenlijk dat ik dacht van, oh, deze kan niet, maar hij doet het iedere keer. Dus het is echt fenomenaal. Oké, ik krijg hier de melding dat hij klaar zit bij Maarten van Grambeeren, Remco Evenepoel, de jeune premier van de ploeg. Maarten, ja, iedereen is hier de loftrompet aan het steken. Dat is ook niks nieuws meer voor hem natuurlijk. Ga je gang. Nee. Ja, dat gaan we zeker doen. Hij zit hier inderdaad bij ons. Oksel Fris, Remco Evenepoel. Toen je vanmorgen opstond, voelde je toen van ik heb gisteren iets uitzonderlijks gedaan? Goh, dat is veel gezegd, maar... Ja, ik voel het wel in de beentjes dat er nog iets in zat qua melkzuur en qua inspanning. Maar ik heb vandaag mijn dagje recup goed gebruikt. Een uurtje losgefietst.
taartje gaan eten, omdat ik toch vond dat ik het verdiende. Absoluut. En vanaf morgen ga ik terug de focus wat meer leggen op zondag. Ja, en kijk je nu anders terug op dat zilver vandaag dan gisteren? Ja, alhoewel gisteren ook. Als Dennis binnenkwam, dan wist ik meteen van ja, een minuut, dan is het niet gestolen. Dat is heel veel, hè? Voilà, moest ik nu met 3 seconden geklopt zijn, had ik natuurlijk wat anders teleurgesteld geweest. Maar nu was het even zoiets van een minuut. Oké, het was jammer, ik zat daar in die hot seat. Op dat moment virtueel goud. Maar ja, natuurlijk gehoopt dan ook dat Dennis niet valt, want hij is gewoon de verdiende winnaar. En ik heb het gisteren al gezegd, maar het zilver voelde gewoon als goud aan. Ja, je hebt contact gehad met Iljo Keijsen vandaag. Hij twijfelde tussen jouw moment en het moment van jouw sokken. Vertel het nu nog eens. Wat was daar nu toch precies aan de hand? Wat was je daar allemaal aan het trekken? Wel, zoals iedereen wel zal weten, is er de sokkenregel ingelast door de UCI. Daar had het wel mee te maken, hè? Ja, inderdaad, toch wel. Maar... Dus ik heb ook mijn sokken moeten laten controleren en ik moest een stukje naar beneden trekken. Maar ik kan u eerlijk zeggen, moest er een foto gemaakt geweest zijn van de sokken, hoe ik ermee moest starten. Dat was geen zicht. Dan had ik beter zonder schoenen kunnen fietsen zelf. Dan had ik gewoon geen sokken, geen schoenen, niks nodig. Dan was het nut van die aero helemaal weg. En eigenlijk heb ik een kleine verklaring waarom dat mijn sokken zo hoog uitkomen. Dus ik heb schoenmaat 41 en het botje is maat medium. En ik moet dus eigenlijk mijn sok zo hoog trekken. Allee, of op die hoogte omdat die zo gemaakt is. Inderdaad. En omdat ik ben maar 1,70 meter groot. Dus die sok komt eigenlijk zo hoog uit. Maar bijvoorbeeld iemand van 1,85 à 1,90 meter, met ook een schoenmaat 41, die sok die gaat veel lager uitkomen. En dat gaat dus zeker niet in de helft van zijn been komen. Dus wat zou er dan moeten gebeuren? Dat is dan dat de merken van de aerosokken aparte sokken moeten gaan maken. Maar als je dat voor elke tijdrijder moet gaan doen... Dat is denk ik onbegonnen werk. Ja, en Tom Bonne die zei, dat is onzin, heel dat sokkengedoe. Dat zei hij daarnet bij de beginvraagjes. Hij zei wel ongelooflijk wat hij doet, Remco Evenepoel, voor zijn leeftijd. En wat hoorde ik nu daarnet op de persconferentie zeggen? Ik ben dat beu, dat iedereen altijd over mijn leeftijd begint. Ja, je bent maar 19. Je wil het daar niet meer over hebben, hè? Ja, er niet over hebben is veel gezegd. Maar ik ben eigenlijk nu fulltime prof, oké. Ik ben nog maar net van de juniors overgestapt, maar ik ben nu al een jaartje prof. Ik ben veel sterker geworden. Dat is al... Mentaal en fysiek, dat zal jullie ook wel kunnen beamen, denk ik. En ik heb een jaar fulltime als prof geleefd en naar dit moment toegewerkt. En ik doe ook gewoon maar mijn job. Ik probeer zo hard mogelijk op die pedalen te duwen, zoals elke prof wilt. En de resultaten die er dan uitkomen, die zijn dan zo. Is dan tweede, is dan vijftiende, laatste, eerste. Dat mag volgens mij niks meer met leeftijd te maken hebben. Oké, die leeftijd is er, maar er zijn wel genoeg voorbeelden van jonge kerels die goed presteren op dit moment. Ja, zondag, dan mag je nog eens heel hard op die pedalen duwen. Welke rol wil je spelen? Goh, welke rol wil ik spelen? Ik wil vooral dat die wereldtitel in België blijft. En we hebben twee mannen, Greg en Phil, die in bloedvorm zitten, die volgens mij bij de beste van het pak zijn. En ik zie gewoon aan die twee dat ze er ongelooflijk veel goesting in hebben. Ze stralen, ze blinken in hun vel, zoals we zeggen. Maar ik denk dat we dat allemaal wil doen. Iedereen van de selectie is er klaar voor. Iedereen heeft heel veel goesting, want we hebben een hele grote kans. Het is een parcours voor de Belgen. Jij bent ook een kampioen, hè? En is er dan toch niet ergens een deeltje in je hersenen dat denkt van misschien kan het toch ook wel voor mij om wereldkampioen te worden zondag? Goh, ik denk dat we vooral de kaart veel en graag moeten trekken. Ook in mijn geval. Ik ben hier op de wegrit vooral om bij te leren en vooral met het zicht op volgend jaar. Dat je dan een parcours op je maat vindt. Inderdaad. Maar nu kan het ergens. Is er een scenario waarin het kan? Dat denk ik wel. Goh, ik denk dat ik al een paar keer bewezen heb dat ik wel een stukje hard kan rijden alleen op de gewone wegfiets. Dus moest die situatie ervoor doen. En er wordt in de ploeg aangevoeld dat de kans bestaat dat ik zou kunnen wegblijven. Moest er een scenario zijn, dan denk ik dat ze me niet gaan tegenhouden. Maar eerst moet ik daar wel nog geraken. Ja, twee dingen zijn belangrijk. Zondag, er is de afstand en er is het weer. Over het weer hoorde ik je daarnet zeggen, ik rij eigenlijk niet zo heel graag in de regen. En die wordt wel voorspeld, hè, zondag. Ja, ik ben eigenlijk een beetje een valse Belg op dat vlak. Ja. Ik ben niet echt van het Vlaanderijweer, zal ik maar zeggen. Maar het weer is voor iedereen. Iedereen zal wel op een bepaald moment kou lijden. Dus het is gewoon zaak om er... zo goed mogelijk tegen gewapend te zijn en dan doorbijten. En het zal wel heel lang doorbijten zijn, want het gaat 7 uur koers worden. Ja, 7 uur koers, 285 kilometer. Vrees je die afstand of zeg je nee, dat zal mij ook wel lukken? Het is eigenlijk maar een dikke 50 kilometer langer dan San Sebastian. Dat is wel
nog meer dan een uur koersen op dit parcours, zelfs nog iets langer, denk ik. Dus het zal vooral de duur plus het weer zijn die doorslaggevend zal zijn. En ik denk dat de kans wel bestaat dat ik op het moment dat ik nog niet rijp genoeg ben om met die twee omstandigheden, dat ik daar misschien wel eens op een bepaald moment zal van kraken. Ja, nog één vraagje. Jouw kamergenoot, dat is Philippe Gilbert. Jij was 8 maanden oud toen hij deelnam aan zijn eerste WK. Wat leer je nog van zo iemand als Gilbert op zo'n wereldkampioenschap? Oh, alles. Hij bereidt u mentaal voor, hij bereidt u klaar voor de strijd. Gewoon rustig houden ook. We praten eigenlijk niet alleen over de koers, maar over alles. En toeval lukt dat we de dag voor de tijdrit zeiden van ja, als we nu alle twee wereldkampioen worden. En nu jammer genoeg. Ik heb die zilver gepakt. Jij hebt je woord niet gehouden. Nee, ik heb mijn woord niet gehouden en nu is het aan hem nog. Maar nee, dat was gewoon even zo'n moment dat we even super ambitieus waren alle twee. En ik was er bijna bij, dus ik denk dat dat nog een extra prikkel is voor hem. Maar hij ziet er heel goed uit, kan ik eerlijk zeggen. Oké, jij ziet er ook nog altijd geweldig goed uit. En heel veel succes zondag. Dank je wel, Remco Evenepoel. Ja, een geweldige babbel, geweldige renner. En straks kom je nog eens terug en dan zit Oliver Naassen bij ons, Ruben. Ja, die kan ook een redelijk stukje babbelen, dat weten we allemaal. Hij heeft het over de Classica San Sebastian gehad. Kort, een paar cijfertjes erbij. Classica, inderdaad, 230 kilometer lang, 5250 hoogtemeters. Ja, toch wel, dit jaar, blijkbaar. Ik heb het... Ik was erbij, dat waren geen 5000. Hoeveel waren er dan? Want het stond wel op de website van de Classica San Sebastian. Ja, dat was fout. Maar het waren... die hoogtemeters, dat maakt eigenlijk totaal niet uit. Gewoon dan wel? De manier waarop. En de manier waarop die hoogtemeters daar verdeeld zijn, maakt dat die koers lastiger is dan... andere koersen waar je misschien... Ja, in Montreal doe je er 4700 en die doe je effectief. Maar ja, hoeveel voel je daarvan? Niet zoveel. Maar eigenlijk is mijn vraag, is het WK zondag lastiger dan San Sebastian? Het is een heel ander koers. Ik denk dat San Sebastian Remco echt goed lag, omdat dat iets bredere wegen is, iets minder tactisch en ook meer... duidelijke punten waar het zou kunnen gebeuren, hoewel hij daar ook iets speciaals doet. Maar deze koers zondag, daar kan het echt om elke bocht gebeuren. Oké, dus we moeten dat niet als graadmeter nemen? Nee, dat is vaak... Je ziet die kilometers en die hoogtemeters naast elkaar staan, maar de manier waarop die hoogtemeters genomen worden, dat is belangrijk. Dus als je ziet dat dat verdeeld wordt over een parcours van rondjes, waar iedere ronde een 150, 200 hoogtemeters worden genomen. Dat is heel iets anders dan alles in die finale of een deel in het begin en een deel in de finale van een wedstrijd, zoals San Sebastian. Madrid bijvoorbeeld was ook 5500 hoogtemeters. Maar dat was op zich niet echt een super zware wedstrijd, maar ook heel lang en altijd heel geleidelijk bergop. En dan doe je ook hoogtemeters. Maar als die 5500 hoogtemeters op 1 of 2 klimmen van 3 kilometer worden gelegd, ja, dan zijn die wel lastig. Oké. Lombardije, dat zijn er misschien maar 3800, maar die liggen allemaal in de laatste 70. En ja. Die maken dan het verschil. Ja. Oké, goed. Patrick de Vever heeft er ook zijn zeg over gedaan, over eventuele kansen van Remco Evenepoel en wat hij daarvan zou vinden. Hij zei in 2005, hoopte ik dat Tom Boonen geen wereldkampioen werd. Nu mag Remco dat van mij wel. Wat is het verschil dan, Tom? Dat weet ik niet. Ik ook niet. Wat bedoelt hij daarmee? Remco zal geen premie krijgen, zeker? Ah, dat zou je wel kunnen. Ja, dat zou misschien kunnen. Ja, je zou er eventueel uit kunnen afleiden dat hij zegt van... uiteraard stond er meer in dat artikel. Hij zei, ja, toen was er een hype en we vreesden dat Tom de pedalen zou verliezen. Bedoelt hij dan dat Remco dat daar een betere kop op staat? Of wat moet ik daar nu uit concluderen, uit die column? Ik had voor het WK ook al wel een paar koersen gewonnen. Zo. Ja, het Ronde van Vlaanderen. Maar het WK verandert heel veel. Hè. Als je de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wint. Parijs-Roubaix is wel internationaal, denk ik, op niveau van een wereldkampioenschap. Maar WK heeft toch nog iets speciaals. En ik weet dat niet waarom. Ik ben natuurlijk ook een van de eerste geweest dat in het moderne wielrennen dat had gedaan op jonge leeftijd. Nu hebben ze daar een pak meer ervaring met de ploeg. Met de hype. Mijn eerste jaren vergelijken hoe dat er werd mee omgegaan binnen de ploeg. Tegenover de laatste jaren, dat is een fase die we hebben doorstaan samen. We hebben er ook in geëvolueerd samen. Maar nu is die begeleiding gewoon veel beter. Voilà. Je hebt de basis gelegd voor Remco Evenepoel. Dat mag jij zeggen, Tom. Stukje. Voilà, een stukje. En mannen, we gaan even terug naar dat tijdrijden met Victor Kampenaars. Die heeft daar ook gereden. Yves Lampaert ook, voor alle duidelijkheid. Die hebben allebei pech gekend. Maar even toegespitst op Victor Kampenaars. We hebben daar beelden natuurlijk ook van. Die heeft geen top 8 gehaald en daardoor heeft hij voorlopig ook nog geen ticket voor de Olympische Spelen binnen. Ben je opgelucht, Wout? Dat het er nog is, dat ticket? Maar ik, voor alle duidelijkheid, ik had niet gewild dat Victor gisteren zo die top 8 miste. Dus als hij gewoon normaal op,
zonder vallen had gefinished, had dat dat ticket verdiend. Maar dan was het weg voor jou, hè? Dan was er geen mogelijkheid meer. Hè? Ja, natuurlijk. Ik heb mijn kans ook niet kunnen verdedigen. Dus ik ben natuurlijk nog steeds kandidaat. En we zullen zien. Ja, heeft Van Aert heeft Wout, sorry, klinkt een beetje raar om met de achternaam te spreken. Heeft Wout een streep voor, omdat hij in die wegrit meer kan betekenen? Want je moet die twee tijdrijders ook meenemen naar de weg. Hè? Wat denken jullie? Ja, allereerst is dat eigenlijk het belachelijke van het systeem, dat een tijdrijder absoluut de wegrit mag rijden. Want, er zijn nog wel vreemde dingen daar bij de UCI. Hè? Ik weet niet of dat van de UCI komt. Dat is het comité. Okay. Maar we vragen aan Bolt ook niet om de marathon te lopen nadat hij de 100 meter heeft gewonnen. En dit is eigenlijk net hetzelfde. En ja... Maar heeft Wout een streep voor, omdat hij dan in die wegploeg makkelijker ingepast kan worden? Ja... Dat weet ik niet. Ik weet niet tot wat Victor bereid zou zijn in die wegrit. Maar ja... We kunnen het opentrekken dan ook. Allee, het is een echt moeilijke discussie. Er zijn maar 5 plaatsen voor de wegrit. Er zijn ook voor de wegrit heel veel gegadigden. De Laurens de Plus is een renner die ook heel goed gaat in de tijdrit en die de tijdrit niet kan winnen, zoals Wout of Kampenaerts. Maar die dan wel in de wegrit gedegen ambitie mag hebben. En ja, dan offeren we eigenlijk een podiumplek misschien op in de tijdrit, om er in de wegrit te pakken. En als we Wout of Victor meepakken voor die tweede tijdritplek, dan offeren we een mogelijke... Het is een beetje kiezen of delen, zeg je. Ja, inderdaad. Okay, goed. Er is een gouden tip verschenen in de krant van een man die daar een column heeft. In het laatste nieuws, Tom Bonen zegt, neem Victor mee naar Tokio, Ilio. Als hij zegt dat wel waar, dat is ik. Wat verleidt jou tot die uitspraak, Tom? Het orakel van Mol. Heeft gesproken. Vertel. Spijtig dat ik niks te zeggen heb. Ik vind dat Victor iemand is die dat, de stil tijdrijden in België eigenlijk een beetje doseert momenteel. Dat is echt een van de grondleggers geweest om het allemaal wat serieuzer te nemen in dat tijdrijden. Dat heeft al enorm lang geduurd voordat we eigenlijk een beetje moeite zijn beginnen doen om ons mee te scholen tot tijdrijders. Hij heeft denk ik, de voorbije jaren ook het meeste ervaring in het voorbereiden van zo'n specifiek één dag. En ik had hem eigenlijk ook verwacht op WK. En zonder die pech had hij volgens mij ook wel top 1, 2 of 3 geweest. Okay, dus... Maar ik denk dat iemand is. Ja, ik vind gewoon dat ze hem dat moeten gunnen. En ik denk dat hem dat kan ook. Dan mist Wout wel de Olympische tijd. Hij kan de weg terugrijden. Hij kan de weg terugrijden. Voilà. Hij kan de weg terugrijden. Ja, nee, maar het is niet aan mij. Maar ik denk dat Kampenaerts wel iemand is die dat verdient om... Omwille wat hem heeft gedaan met urenkort en de wetenschappelijke manier waarop hem dat tijdrijden eigenlijk heeft volbracht. Het urenkort heeft volbracht tot nu toe. Dat kunnen we absoluut niet ontkennen. Wout, jouw moment. Jij hebt zaterdag iets gezien. Ja, ik was naar de grote prijs in Panis. Of de Primus Classic. Ja, de Primus Classic was ik aan het kijken. Jij was op de rollen aan het rijden. Ja, de eerste keer dat ik iets langer op de rollen zat. Dus, en ik vond het een hele mooie finale. Je ziet dat toch niet vaak, hoe dat het ploegspel zich daar ontplooide bij Trek. Absoluut. Hier missen we eigenlijk al het mooie moment waarop dat ze het gat laten vallen voor Teuns. En Stuiven die dan direct de klik maakt om alles ten dienste te stellen. Alles ten dienste te stellen. En hij houdt net stand. Was toch vond een hele mooie finale naar te kijken. Absoluut. Het was echt een nummertje van de mannen van Trek. Helemaal niet vaak gezien. Nog niet, toch niet de laatste jaren. Hij is wel thuis moeten blijven, hè? Jasper Stuiven. Vind je het de rechte keuze van de bondscoach? Dat was ook een deel van mijn keuze voor het moment. Maar zowel de buis die podium rijdt, Teuns, Stuiven. Er zijn zoveel Belgen dit jaar die naast de selectie grijpen, terwijl ze toch echt in vorm zijn. En, er moest gekozen worden, maar dat is toch wel een van de... opvallende dingen van de laatste maand in mijn... In jouw ogen. We gaan die discussie toch even open. Eerste ploeg er eens bij nemen, wie er allemaal mee is. Van Avermaat, Gilbert uiteraard. Dan 3 ploegmaats van Gilbert, nu nog ploegmaats. Evenepoel, Lampaard, de Klerk, Teuns, Welles, Naassen. Ja, had Stuiven daarbij moeten zijn? Wie gaat het dan thuis laten? Ik weet het niet, ik vraag het aan jullie. Hè. Jullie zijn het panel der kenners. Ik denk dat dat een heel mooi uitgebalanceerde ploeg is. Met iedereen een duidelijke taakomschrijving ook. En Ik heb ook redelijk lang bij de profs gereden en dat is altijd hetzelfde. De discussie over die laatste plaats of de laatste 2 plaatsen. En dat is spijtig genoeg in een wielerland, zoals België, dat je gewoon veel goede renners hebt en dat die laatste plaats wat over gekozen moet worden. Ja, dat zijn ook meestal niet de beste renners in het team, dus er zijn er veel voor. Okay. En dan moet altijd iemand ontgoochelen.
Tim de Klerk is dat uiteindelijk geworden. Wat kan Tim de Klerk dat een ander niet kan? Ik weet niet of ik staven naast Tim de Klerk. Ik denk dat Tim echt een belangrijke pion is in die ploeg. En... Dus dan ligt Jasper in de balans met Oliver Naassen of zo, bedoel je? Dat is misschien logischer dan, ja. Maar ja, dan moet je zeggen, Olly die rijdt in het begin van het jaar podium met Milan Sanremo. En die heeft in het begin van het jaar toch echt een paar grote resultaten neergezet. Vindt in de Big Bang Tour. Inderdaad, dus ja. Daar zei je het al. Kunt je ook niet thuis laten. Maar Tim de Klerk, ja, dat is volgens mij volkomen logisch dat hij daar is. Ja. Wordt dat een beetje de schaduw van Philippe Gilbert of doet hij daar iets helemaal anders? Nee, je pakt niet je acht beste renners mee. Je pakt een ploeg mee. En een ploeg is niet je acht beste renners. Je pakt één of twee of drie speerpunten mee. En dan gaat het beginnen aankleren hoe dat je die kunt gaan dienen en hoe dat je daar het beste mee in de finale kunt geraken. En dan heb je een Tim de Klerk gewoon nodig. Je hebt iemand nodig die dat het vuil werk wilt opknappen als dat nodig is. Die daar helemaal alleen best wel wat werk kan verzetten. En die ook een steun kan rijden bij andere landen als dat moet gebeuren. En dat zal de eerste renner zijn die daar ingezet wordt. Ja. En dat is een onschatbare waarde gewoon voor die ploeg. Ilio, kijk jij daarnaar? Want die heeft een beetje de fakkel op dat vlak overgenomen. Ja, dat doet ook supergoed. Dus ik denk ook wel dat Tim sowieso al bij die eerste vijf namen moest genoemd worden. Volgens mij was Tim certitude. Ja. Zeker als je ziet ook wat voor welte dat hij rijdt. Niveau dat hij nu is. Niveau dat hij al zeker twee jaar is. Hij is echt top in hetgeen dat hij doet. Het is dat Tom zegt, je neemt de beste mannen mee voor hun werk. En dan is Tim er altijd bij. Ja. Op een WK. Ik hou hier even een uitspraak van José de Kouwer tegenaan. Die zei, als we Tim de Klerk gaan moeten inzetten om te achtervolgen, dan zijn we verkeerd bezig. Ja, dat klopt. Ik denk niet dat een WK is waarin we topfavoriet zijn. We hebben renners die zeker kunnen winnen, maar we hebben niet de topfavoriet. Dus we zouden eigenlijk moeten vermijden dat we op kop moeten rijden. Maar als hij niet op kop moet rijden, wat moet hij dan wel doen? Hij moet die mannen uit de wind houden. Het is een heel technisch parcours. En plaatsing gaat eigenlijk meer bepalen dan... En gaat hij dat dan voor Gilbert doen? Ja, dat moeilijk is natuurlijk... Dat is een beetje de wedstrijd ziet. Oké, het zijn maar de juniors natuurlijk, maar die Amerikanen die nemen de wedstrijd van in het begin in handen. Mm-hmm. Ik denk, na 20 kilometer was het al allemaal Amerika wat je zag. En uiteindelijk met vier, vijf man rijden ze Hans Peloton in Frieten, zeggen wij dan. En ze zijn 1-3. Ik denk dat Tim niet per se op kop moet rijden om een gat dicht te rijden. Ik denk of een gat te maken. Op een bepaald moment gewoon op kop kan beginnen rijden met de ploeg in het wiel. Om, op dat bochtige zeker, parcours. Met... Om ze zeker van voor te houden, een keer dat je op die plaatselijke rondes komt. En dan... En allemaal lanceren gewoon. Ja. Dus je moet daar niet... De rest onder druk zetten. Alleen aanvallen, dat heeft in de meeste gevallen weinig nut. Maar die grote aanvallen, zoals die Amerikanen bij de juniors dan gedaan hebben, per ploeg of met een aantal renners, die moeten ook tot stand gebracht worden. Dat kan enkel als het zwaar geweest is tot het punt dat ze beginnen gaan aan te vallen of dat er de koers open scheurt. Hij moet de koers zwaar maken. En dat kan niet als je er allemaal naartoe rijdt op je gemakje en dan zegt we gaan het beginnen aanvallen. Dus die koers moet zwaar zijn. En op dat parcours kan dit. Dit is echt het parcours dat je moet koersen als ploeg. Je moet als ploeg echt zeggen van wij staan hier, dit is ons plaats en we gaan beginnen koersen. En dan kunnen met die ploeg die dat België heeft, kunnen echt ferm zware nemen. Koers van maken. Ja. Jan, heb jij ervan gedroomd van het WK? Nee. Heb je met de bondscoach gebeld? Heb je met de bondscoach gebeld? Ja, over de teamrally, hè. Ah, over de teamrally. Maar het was vrij snel duidelijk dat je... Het was vrij snel duidelijk dat je niet mee moest naar Jok. Ik heb ook niet het beste jaar gehad. Dus ik maakte mij weinig begoochelingen. Ja. Hebben jullie hem vaak gehoord eigenlijk? Want er werd wel even over geklaagd, over de communicatie van Rick Verbrugge. Ik heb Rick, in het voorjaar weinig gehoord, maar dat was ook misschien niet aan de orde voor selecties. Maar ik heb het wel heel erg geapprecieerd dat hij enkele weken geleden gebeld heeft om te vragen hoe het met mij ging. Dat dan zei hij zelf ook, die momenten moeten misschien eerder bellen dan de momenten dat het goed gaat. Dus dat heb ik wel heel erg geapprecieerd. Oké, en een ander heet hangijzertje met Rick Verbrugge. Vinden jullie het oké dat hij zowel manager van een ploeg is als bondscoach? Nadat ik heb vernomen, gaat die situatie sowieso opgelost geraken. Dat hij moet van de bond, hè? Zou het uit eigen beweging niet gedaan hebben? In een wielerland als België is het een beetje vreemd om te zien. Nu, bij minder traditionele wielerlanden zie je dat nog vaak gebeuren. Bij, hoe noemt dat daar? Duitsland. Duitsland, maar dat is dan ook... maar bij Slovenië, denk ik. Nee, maar goed, ja, bij wijze van spreken bedoel, maak Patrick Lefevre de bondscoach. Dat is natuurlijk nog iets... Het is extremer, ik weet het, maar ja... Dat zegt Jan toch helemaal niet? Nee, maar dat is het equivalent. Als je daarmee akkoord gaat, als je zegt van het is oké. Ja, maar dat is zo. In heel veel landen is dat zo. Dat zijn meestal sportdirecteurs van ploegen die dan ook bondscoach zijn. Ja, dus we zijn er oké mee.
Het is goed voor mij. Iedereen mag er ook in. Nee, het is maar een vraag eigenlijk. Het is altijd moeilijk om dat uit te sluiten. Hè? Want bijvoorbeeld als een renner dan een heel carrière... Stel nu Tom wordt bondscoach. En dan zeggen ze, ja, maar die heeft heel zijn carrière bij Lefebvre gereden, bij Quickstep. En dan selecteert hij, maar lijkt dat er nu zijn vier van Quickstep. Ja, die is bevoordeeld, want hij pakt er vier van Quickstep. Wat daar niks mee te zien heeft. Hij pakt de vier beste... Vier renners waar niks tegen in te brengen valt, pakt hij mee dan op zo'n moment. Dus je gaat altijd die stemmen wat hebben. En... Case closed. Maar ik denk... misschien één ding, dat is een beetje kritiek geweest op zijn communicatie. En als je dan en manager bent... en een fietsenwinkel hebt en bondscoach, is het misschien allemaal net iets te veel. Een beetje te veel. Keuzes maken. Ja. Dus ik zou het logischer vinden als iemand dat doet die daarnaast niets of net iets minder heeft. Maar voor de rest, ja. Case closed. Het is volgend jaar een zwaar parcours. Ilio rekent niet op een selectie. Hij kan dat zeggen. Hij kan dat zeggen. Ik heb een enkel probleem. Jan, jouw moment. Jouw moment, Jan. Moment. Heb jij een moment? Ja, toch? Ik dacht al dat je het ging tonen. Nee, ja, je mag je daar inleiden en dan gaan we naar het moment. Ja, ik heb het moment gekozen van Chloe Dygert, die de vrouwentijd wint. En zelfs al zou het beeld stilzetten, dan zou het er nog snel uitzien. Ja, ze ging vooruit, hè, zeg. Ja, er zat dash op. Er zat dash op, ja. Er waren eigenlijk twee Nederlandse vrouwen die onklopbaar lijken. En ze zet die op respectievelijk 1,32 en 1,53 voor een 22-jarige renster, Jan. Ja, het was de tegenstand degraderen. En dat had ik op voorhand nooit gedacht. Iedereen dacht, dit wordt nogmaals van vleuten. Maar die was in een mindere dag, denk ik. Want die werd ook geklopt van der Breggen. Ja, maar goed, Van der Breggen is wel een Olympisch kampioen. Dat is geen strijkijzer. Ja, dat is waar, maar het is nog een val ook onderwerp. Nee, het is... Inderdaad, zelfs dan. Prachtig. Kan het, Jan? Kijken we naar... Iets, een fenomeen gewoon? Ze is extreem jong. Ze is nog maar 22 of zo, denk ik. En ze was de juniores wereldkampioene in Richmond. Dat is en waar. Ook de juniores wereldkampioene tijdrijden in Richmond. Ja, ze heeft daar gedubbeld. En nadien is ze in de Ronde van Californië vorig jaar hard gevallen. En blijkbaar had ze een hersenschudding en een paar andere akkefietjes die dat daar meekwamen. Waardoor dat ze een jaar lang haar kansen niet goed heeft kunnen verdedigen. Je weet er bijzonder veel van, Jan. Ja, natuurlijk. Ik volg het vrouwenwielrennen. Ik vind dat heel goed. Ze zei achteraf, mijn grootste voordeel is dat ik zonder wattagemeter heb gereden. Snappen jullie dat? Doen jullie dat ook in een tijdrit? Ik doe het niet, omdat ik meestal wel met een bepaald plan start en een bepaalde wattage voor ogen heb. Maar ik volg haar wel een beetje, omdat het parcours mij heel veel op en af lijkt. Dus als je dan echt met een pacingplan gaat werken... Moeilijk. Dat is moeilijk, dus dan is het toch vaak je lanceren in de afdalingen om zo hoog mogelijk op de volgende klim te komen. Ja. Dus, kan dat een verklaring zijn, jongens, dat de rest zich daar wat op miskeken heeft, iets te veel de cijfertjes erop nagehouden en zij puur op dat gevoel? Zo'n pacingplan in theorie is natuurlijk heel goed. Je krijgt op voorhand, aan de hand van wat dat uw wattages zijn die dat je voor een uur lang kunt produceren, exact elk segment ingedeeld. En je weet perfect hoe rap en hoeveel power dat je moet produceren in elk segment. Maar stel nu dat je een extreem goede dag hebt, gouden benen die dag, en je volgt dat pacingplan, dan ga je er pas op het einde eigenlijk achterkomen dat je veel beter waard dan dat plan. En dan ga je eigenlijk heel de dag een beetje onder je waarden hebben gepresteerd. Dus je moet het toch op het gevoel doen. À l'ancienne eigenlijk. Tuurlijk, zegt Tom. Ja. Ja. Ze reed sneller dan 48 beloften. 48 van de 59 gestarte beloften. Ze had ook geen tijd om op haar wattagemeter te kijken, want ze moest rekening houden met voorliggend verkeer. Ze heeft geen inhaal. Ze heeft er superveel ingehaald, absoluut. De mannen, de beloften hadden iets slechter weer wel, 's morgens, maar toch, het regende ook nog wel fel in de namiddag, hoor. Het is een fenomenale prestatie. Vooral het feit dat ze sneller rijdt dan 48 beloften is, ja, dat is moeilijk. Want bovendien is ze dan eigenlijk... nog altijd maar zo oud. Dan de beloften? Als de laatste jaar de belofte. Dus ze zou gewoon nog bij de belofte mogen. Ze zou 12e geweest zijn. Dat is echt fenomenaal. Degelijk gereden. Stevig. Ja. De koers, zaterdag ga je kijken, Jan. Ze geven slecht weer in België. Zondag geven ze ook heel slecht weer. Maar ik ga waarschijnlijk wel een stukje kijken. Ik kijk graag naar de koers. Dus. Pikken jullie de finale van de vrouwenkoers mee? Je mag eerlijk zijn, het hoeft niet. Hè? Bedoel. Nee, ik ga wel kijken. Je gaat wel kijken. Misschien. Dus misschien, ja. De kinderen vragen ook aandacht aan jullie. Jouw moment, Tom? Mijn moment was die waaierrit in de Ronde van Spanje, ja. Vuelta, die uiteindelijk gewonnen werd door Philippe Gilbert.
Wat wil je daarmee zeggen? Maar waar daar zoveel meer gebeurd is dan enkel maar die overwinning van Philippe Gilbert, ging ik nog zeggen. Nee, dus die rit is eigenlijk een blauwdruk van hoe dat je zou moeten koersen ook zondag op het parcours dat ze voorgeschoteld krijgen. Ze hebben hier nu een waaierrit, dat is natuurlijk een ander verhaal, maar de manier van koersen is wel hetzelfde. Kan je er niks uit? Naar niks gekeken, de wedstrijd in handen gepakt, als team gewoon in de eigen krachten geloven en dan de finale eigenlijk ook helemaal gemanipuleerd naar hun goeddunken. En dan ja, met de enigste winnaar dat daar kan het voortvloeien, de lepe vos, de file. Dus ik verwacht hem zondag. Ja. Hij is goed, hij is echt goed. Hij is misschien niet de beste van het peloton zondag. Maar hij is ervaren. Dat zal waarschijnlijk zijn. Maar hij kan dat soort wedstrijden echt heel goed aan. En er gaan heel veel factoren bij komen kijken in de finale van teamgenoten. En hij kan alles goed inschatten. Hè. Gaat de rest van de Belgische ploeg die koers willen dynamiteren? Want iedereen weet dan waarschijnlijk dat als een scenario dat Gilbert goed ligt. Ja, het probleem is dat ze dat ook een beetje zelf nodig hebben. Hè. Dus ze gaan elkaar tot, dan heb ik het vooral over Greg en Phil, tot op een bepaald moment gaan ze elkaar nodig hebben. En dan gaan ze die andere mannen van de ploeg zoveel mogelijk opsoeperen om daar te geraken. Liefst samen. Hè. En dan is het... Dan is het aan de wielergolen. Het was een tweede rit zeggen in de Vuelta trouwens. Dat een paar dagen ervoor in Bilbao was het zeker. Ja, 6 dagen ervoor ook al gewonnen. Heb je hem toevallig nog gesproken, Phil? Nee. Niet meer gehoord. Ja. Maar hij gaat top zijn, absoluut. En hij is leep en hij heeft karakter, al wat je wil. Rijdt hij nu zondag alleen voor eigen rekening? Ja. Ja. Van Avermaat hoeft daar niet op te rekenen in de finale. Nee. Ja. Maar hij gaat wel, Tom, hij gaat wel willen gebruikmaken van die sterke selectie. Hij gaat erop rekenen dat er altijd wel een paar Belgen in die achtervolging zitten die dan niet mogen overpakken. Die, denk ik dan, dat is zijn scenario toch? Absoluut, maar Phil is op een punt gekomen in zijn carrière, en dat had hem al redelijk vroeg in zijn carrière, dat hij eigenlijk alleen maar naar zichzelf ziet en moet zien ook. En als je de kans krijgt om op zijn leeftijd, na de voorbije jaren ook, want hij heeft nog een aantal fenomenale prestaties neergezet, om nog eens wereldkampioen te worden. En je is er nu, hè. Die kans is er. Is er zeker. Dan gaat hij echt geen cadeaus geven. Maar als jij zelf nooit cadeaus geeft... Die dat altijd tegen u gereden hebben. Ja, maar als jij zelf nooit cadeaus geeft, helpt de rest jou dan genoeg? Of vind je die wel bij andere landen? Ja, maar ik heb het over Philippe Gilbert. Ik heb ja. Nee, ik heb het niet. Stel Philippe Gilbert. Alsjeblieft. Philippe Gilbert, er geeft nooit veel cadeaus aan anderen. Kan je dan voldoende terugverwachten van anderen? Als ze toch iets ja, maar doen dat voor jou. Dat is hetgeen dat ik bedoel. Hè. Dus, die andere renners buiten Greg, die gaan dan niet veel in de pap te brokken hebben, vrees ik. En ze gaan toch meegezogen worden in het enthousiasme van de rest van Quickstep ook nog. Ja. En de rest van de ploeg ook gewoon. Want dat is gewoon de manier waarop de Belgen rijden. En die hebben, Greg heeft veel ook nodig om daar te geraken, want Greg moet daar ook geraken, want die hebben dezelfde manier van koersen nodig, tot op het punt te geraken dat ze zelf zouden kunnen gaan. Dus, dat speelt hij zijn kaart. Vooralsnog heeft hij niet... Hij weet dat zelf ook, dat dat zo gaat gebeuren. Vooralsnog heeft hij niet het palmarès van Tom Boonen. Wat moet daar nog Wat bij? Komt er toch dichtbij? Ik heb een ander palmarès. Ik heb in mijn wedstrijden waar ik koen was, meer gewonnen. Hè, maar hij heeft veel meer in andere wedstrijden gewonnen. Ja. Alleen meer uitgebreid. Is dat een voorbeeld voor jou, zo'n Philippe Gilbert? Of toch eerder een man uit de Kempen hier? Allebei. Ik denk dat ik beter mijn voorbeeld stel aan Tom. Ik denk dat Phil een heel andere coureur is die toch in de overlachtige trein veel verder geraakt is dan dat mij ooit zal lukken. Ja, mannen, we moeten het ook even hebben over een thema dat altijd terugkomt. Het rijden met merkenploegen, doorgaan in het jaar en dan de landenploegen tijdens zo één zondag op het jaar. Hoe speelt dat een rol, die merkenploegen? In welke situaties voel je dat je toch met ploegmaat zit die je anders niet hebt? Ik heb nooit in al die jaren ene keer in een situatie gekomen dat je je teamgenoten van de merkenploeg geholpen hebt of moest. Nooit erachter? Nooit. Jij twijfelde niet om erachter te rijden? Nooit. Je zou het nooit, gedaan hebben? Nooit. Ik denk toch dat het een beetje speelt. Als Gilbert bijvoorbeeld voorop geraakt met een Alaphilippe, dan denk ik dat die elkaar wel snel gaan verstaan. Wow. Denk juist die. Wat was dat? Hij trekt naar Lotto nu wel, hè? Vertel. Vorig jaar of twee jaar geleden, Alaphilippe ging, Gilbert, Gaviria, ja, Terpstra. We hebben elkaar helemaal een datum gedaan toen. Op die moment is het ieder voor zich, hè. Dus jullie geloofden niet echt in? Ik denk wel dat er mannen zijn die iets gaan doen. Denk dan bijvoorbeeld aan Sagan, die minder ploegmaat heeft bijvoorbeeld. Die zal wel hulp vinden binnen ploegmaat. Met Bora-mannen, die geen rol van betekenis hebben. Oostenrijker of weet ik veel. Altland. Ja. Ik denk dat dat eerder speelt bij de kleinere landen die inderdaad hulp moeten zoeken. En dan... Of die gewoon, dat gebeurt zelfs in een BK. Mannen die op Twitter zeggen van ik ben te huur. Ja. Maar dat zijn enkelingen op een WK die niks kunnen doen of niet veel kunnen doen.
En die zeggen van oké, voor mijn kopman, ik doe dat. En dat zal dat wel, als dat dan lukt, zal dat wel iets tegenover staan. Dus je, zit niet meer te whatsappen met ploegmaat de avond voor de reis morgen, zeg, als we elkaar tegenkomen in koers? Draag het maar. Nee, er wordt niet gebeld, er wordt niet over gesproken de dagen of weken ervoor. Oké, niet dan. Nog één ding misschien over situaties waar jij wel ingezeten hebt. Bijvoorbeeld Madrid, toen je wereldkampioen bent geworden. Hoe krijg je dan bijvoorbeeld zo'n Van Petegem op één lijn? Moet daar fel over gesproken worden? Hoe zit dat dan? Want dat is toch ook een naam? En die offert dan zijn kansen op? In hoeverre er kansen waren? Ja, maar Peter heeft toen echt wel bij mij op een heel hoog niveau gestegen toen. Want op een bepaald moment zijn de afspraken daar een beetje geschonden geweest. En Peter is daar toen zo kwaad in geworden. Het is een eigen gewoon volle mak op kop gezet heeft om dat gat dicht te rijden. Er waren Belgen meegesprongen die daar niet mochten springen. Die zijn daar afgereden vooraan. Dus die waren weg vooraan en weg achteraan. En Peter heeft dat toen heel persoonlijk... Namen? Waren er maar twee. Nick Nuis was daarbij, dacht ik. Maar dat maakt ook niet meer uit. Dat zijn vijgen op Pasen. En ik heb toen uiteindelijk nog gewonnen. Maar Peter, dat was eigenlijk denk ik ook een beetje de reactie van fuck, deze laat ik echt niet gebeuren. En dan, ja, ik had ook een beetje geluk gehad. Hè. Want het was allemaal heel nipt. Hè. Geluk moet er altijd bij zijn. Maar ja, dat maakt toch het verschil. Bijvoorbeeld, ik weet niet of dat nog een verschil had gemaakt in Qatar. Jij zit met vanavond nog in die kopgroep. Daar wordt er niet gesproken of wordt er niet meer iemand die zegt van oké, ik offer mijn kansen op, je trekt de sprint aan voor de anderen. Daar was dat dan moeilijker. Ja. Soms is er ook niet meer nodig om iets te verstaan. Zeg, ondertussen zit Oliver Naassen klaar bij Maarten van Gramberen. Die gaat ook wel wat kunnen vertellen. Denk ik toch. Ja, we hebben hier net een paar oude koeien uit de gracht gehaald. Maarten, altijd interessant. Maar haal jij er maar een verse uit de gracht. Ja, dat gaan we doen. We gaan het eens over de parcoursverkenning hebben met Oliver Naassen. Je bent hier eind april ook al geweest, nu opnieuw. Je hebt de voorbije twee dagen het parcours verkend. Is dat een groot verschil dan in april na die klassiekers gaan verkennen en nu? Dat is een heel groot verschil. In april was ik hier met Yves en was hier aan het water gieten. En we hebben hier hagel gehad en we hebben hier alles slecht weer gehad dat we zondag misschien ook kunnen krijgen. En vandaag en gisteren hebben we twee keer in het zonnetje gereden. Dus dat is dag en nacht verschil. Ja, en oogt dat dan zwaarder vandaag dan in april? Zeker niet. In april, ja, dat was juist achter de klassiekers. Yves en ik een weekje met ons klak ernaar gesmeten, dus we waren niet flink gegeten en gedronken. Ja. We waren niet super als we rondrijden, dus dat leek toen iets lastiger als nu, maar het is altijd niet simpel. Ja, omschrijf het nu eens. Daar straks, na de verkenning, heb ik even met Gilbert gepraat, met Van Avermaat. Die zeiden allebei, het is heel technisch en gevaarlijk. Vind je dat ook? Dat is gewoon zo. Hè. We verwachten veel regen, dus regen dat gaat hand in hand met gladde wegen. Het is een parcours met superveel op en af, gevaarlijke bochtjes. Het zijn heel veel bochtjes. In de laatste kilometer zitten vier haakse bochten. Denk ik, drie of vier haakse bochten. Dus dan weten we dat er zeker gevallen gaat worden. En ik denk dat de koers ook redelijk gaat bepalen. Ja, als het technisch en gevaarlijk is, dan is er één man die er bovenuit steekt. Met de beste techniek. Dat is Van der Poel. Ja, één man, ja. Ik kan dat heel goed, maar het is natuurlijk niet de enige die een beetje per verloop kan rijden. Nee, hij gaat 7 uur op zijn fiets moeten zitten. En wat zei je daar straks? Dat is toch wel lang als je dat niet echt gewoon bent. Maar niemand is dat toch gewoon? Niemand is dat gewoon. Ik denk niet dat er veel coureurs al gedaan hebben. Maar 7 uur, het is echt niet simpel. Je kunt op voorhand zoveel favorieten aanduiden. Dat is eigenlijk niet mogelijk om al te weten wie dat al dan niet verteert. Ja. Dat is echt niet simpel. Hoe kan jij wereldkampioen worden? Dat is een verhaal van een puzzel die echt in elkaar moet vallen. En, dat is heel veel alsen en veel hoop, veel droom, maar het zijn er met iets meer kans, denk ik. Ja, maar hou je er rekening mee? Ergens in je achterhoofd, ik kan ook wereldkampioen worden. Ja, tuurlijk. Ik ga zeker zaterdagavond gaan slapen met een droom van zondag te winnen. Hè. Dat is waarvoor ik een ganse jaar train. En dat is zeker de bedoeling, maar ik start ook niet als kopman. Dus ik weet ook, als er een brandje moet geblust worden, dat redelijk krap aan mij gaat zijn. En, ja, dat zijn afspraken die gemaakt zijn. En dat is, ja, maar je hoort erbij. Ja, je hebt de kopman al geklopt, jouw kamergenoot, Greg Van Avermaat, dit seizoen, voor het eerst in de Bing Bang Tour. Ja, maar het is ook, we hebben zo'n ploegje, een Belgisch ploegje, met allemaal gasten die elkaar allemaal ergens al een keer geklopt hebben. En, dat is echt een verhaal van een koers met enorm veel verschillende mogelijke scenario's, waarin dat we allemaal wel een kans hebben, maar onze twee kopmannen, Greg en Phil, die hebben gewoon veel meer kans. Ja. Jullie zeggen ook allemaal, oh, we zitten op één lijn en het gaat allemaal goed en zo. Is dat ook echt zo? Ja, dat moet, hè. Als je... Ja, het moet, maar is het zo? Ja, toch wel, ja. Ja, natuurlijk. Het is...
mijn Belgische nationale ploeg, die paar keer dat ik mee geweest ben, is nooit anders geweest. Dus, het zijn altijd een hoop goede renners bijeen geweest. Anders ga je gewoon niet mee, denk ik. Hoe is het met jouw kamergenoot, Greg van Avermaat? Goed. Ik merk dat die overwinning in Montreal hem een veel deugd gedaan heeft. Ik voel zo wel aan dat hij zo relaxter is als anders en dat hij echt veel vertrouwen heeft. Ja, vergelijk die aankomst hier eens met die van Montreal. Dat lijkt er heel erg op. Hè. Het is, Montreal is een bocht van 180 graden op 500 meter van de meet. Steil omhoog, iets vlakker dan de finish. Hier is het een bocht van iets meer dan 90 graden. 500 meter, 250 meter bergop, 250 meter plat. Dus het lijkt er toch wel op. Het lijkt erop. Jij staat heel scherp. Je lijkt iets minder als de man van de klassiekers. Je lijkt nog scherper, klopt dat? Ja, ik sta plots flimscherp. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar, Minder gegeten? Ja, ik denk het. Een beetje meer gereden, een beetje minder gegeten, zeker. Ja, zoiets. Wat doe je nu nog vanavond? Hebben jullie vaste rituelen? We hebben niet echt vaste rituelen, maar Yves en Tim zijn FIFA-toernooi aan het opstarten in mijn kamer. En ik word daar verwacht straks. Ah ja, en wie is daar het beste eigenlijk in? Ik hoop ik, maar ja. Want dat moet een bewijzen, zeker. Oké, goed. Ga dat dan maar bewijzen. Bedankt voor je uitleg. Merci. Oliver Naassen, voilà. De man met de eeuwige glimlach en de altijd goede babbel, Ruben. Absoluut. Maarten, veel succes de volgende dagen, mannen. Heel even de factor weer er ook nog bij nemen. Er is al veel over gezegd, natuurlijk. We hebben een nieuwe weerman, Bram Verbruggen, op de VRT. Die is daar druk over aan het tweeten. Ik ga er twee bij halen, twee tweetjes. Jij kent hem, Tom? Ik heb hem gezien. Je hebt hem gezien, voilà. Ja. Hij tweet hier, als deze vooruitblik klopt, denk ik dat het WK-wielrennen op zondag beter wordt afgelast. Stormweer in Groot-Brittannië, to be confirmed. Vandaag nieuwe tweet. Volgens het meest betrouwbare weermodel zou de depressiekern zondag voormiddag over Centraal-Engeland trekken. Nog steeds to be confirmed. Maar dit zou voor de regio Harrogate gevaarlijk veel wind en veel neerslag betekenen. Toch zeg jij, Tom, de boel gaat niet afgelast worden. Ja, je hebt dat toch in die ja-nee-vragen gezegd? Ja... Als er nu een orkaan passeert en alle huizen gaan vliegen, dan gaan we er misschien eens over nadenken om de koers af te lassen. Maar je wil eigenlijk zeggen, er gaat al heel veel moeten gebeuren. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel je eigenlijk. Ja. Wat denken jullie, man? Ja, nee, ik weet het. Ik bedoel, die toestanden deze week, ze gaan daar doorgaan, stel dat er terug opnieuw zoveel neerslag valt? Tuurlijk. Gewoon gaan. Neerslag... Ik zeg niet dat juist is, hè, maar ze gaan die koers gewoon laten doorgaan. Maar ik denk dat neerslag zo niet zozeer het probleem zal zijn, maar als de wind extreem is... Maar zelfs dan nog. Ja, maar we het in het veld rijden, hebben we het ook gehad. Het is ook de infrastructuur er rond, de veiligheid voor alle mensen die er staan. Ja. Maar ik weet niet hoe extreem dat het wordt. Maar, de enige wedstrijden die ooit afgelast zijn, waar ik aan de start stond, dat was als de politie niet meer op de motor kon blijven. Dan lassen ze de koers aan. Ja, als voor de politieagent te gevaarlijk worden. Dat is nog nooit tegen mij gezegd, man, dat is te gevaarlijk voor jullie. Dat is altijd om een andere reden. Okay. Dat aflasten. Denk jij, Jan, je zit hier... te genieten van de uitleg van... Ja, omdat het waar is. Ah ja, oké. Okay. Omdat het waar is. Echt? Nee, ja. Ik vond wel dat het een beetje belachelijk overkwam toen bij die belofte tijdrit. Die jongen, dat was trouwens heel koud water hier, aan de gezichten zien. Er zijn er twee, hè? Twee straffe beelden. Dit komt natuurlijk omdat hij eerst in een put rijdt en dan door die plas gaat. Nou, ja. Je ziet ze niet liggen. Nee, dat is waar. Je hebt 100% gelijk. Dit is het strafste beeld natuurlijk. Vooral het gezicht dat hij trekt, hè. Ja, die verzoop ook bijna, Jan. Waterboarding. Ik denk niet dat hij ooit nog door een plas rijdt. Ja, die heeft een trauma voor het leven. Dat wel is duidelijk. Nu, ja, zoals je zelf zegt, regen, het gaat zoveel mogelijk regenen als het wil. Ze gaan het niet aflasten. Er zijn in het verleden nogal WK's geweest bij felle regenval. We hebben er twee teruggevonden in het archief. Maar stel nu dat het wordt afgelast. Wacht, dat mag je zo meteen. Nee. Dit is Chambéry, beste vriend, Jan. Anders weten de mensen niet wat er op tv is. Chambéry, Greg LeMond wint in een gutsende regen. Een wolkbreuk in de finale. Hij trekt er zich allemaal niks van aan. LeMond wint voor Kondischef, Kelly en Rooks. En vier jaar later opnieuw een Amerikaan. In de regen, Lance Armstrong in Oslo. Een hele dag de hemelsluizen open. Valkenburg was minder hard. Firenze was nog minder. Daar was extreem weer. Was extreem weer daar. Ja, ik was daar. Maar wat wou je nu eigenlijk? Wat wou je nu eigenlijk zeggen, Jan? Als het nu wordt afgelast, loopt de licentie van Valverde dan nog een jaar door? Of hoe? Dat zouden we nu weten, een consensus over. Ja, maar jij bent toch de... We gaan die koers verplaatsen. Maar naar wanneer? Volgende week is het Ruddervoorde Cross. En ik van, je kan niet zomaar. En de grote prijs, de ronde van Emilia, dus die gaan ook niet content. Anders moeten ze dat daar doen, hè. Dat is een WK maken. Die deelnemers dat gepland waren. Okay. In Ruddervoorde.
Ik wist het. Jullie zijn mannen met goede ideeën. Nog één ding, mannen. We hebben nog niet zoveel over de buitenlanders gesproken. We gaan het ook maar over één man hebben. Mathieu van der Poel. Ik heb een column gelezen deze week van een zekere Jan Bakelands. En die zegt... dat ook? Ja, als... Kerk en leven. Bij de concurrentie. Dit is op het lijf geschreven van Van der Poel, zegt Jan Bakelands. Ja, want dus door de teamrelay heb ik interessant research kunnen doen om hier iets zinnigs te kunnen vertellen. En dank heb je wel, gezien, ja, dus ik ben eigenlijk voor u nog ginder geweest. Ik heb kunnen zien dat het een heel technisch parcours is, maar er zijn heel veel bochten die fout afgewaterd liggen en daardoor heel glad kunnen. En ja, Mathieu is daar een meester in. En wat bedoel je met fout afgewaterd? Ja, of camber, zeggen wij. Of camber, dus ze liggen een beetje zo eigenlijk, voilà. Terwijl je zo de bocht ingaat. Inderdaad, dus dat maakt dat die bochten heel moeilijk te nemen zijn. En ik denk dat niemand dat zo onder de knie heeft als Mathieu, Alaphilippe en Sagan. En ja, dat is zeker een voordeel. Een stuurman zijn in dit WK, dat brengt u echt... heel veel. Ja, maar alleen stuurman zijn, dat is niet genoeg. Hè? Ja, maar hij heeft de conditie ook wel. Hè? Ja, dat bedoel ik. De ploeg zal natuurlijk misschien nog iets anders zijn. En er zijn altijd concurrenten. Dus dit is Groot-Brittannië, waar hij werkelijk iedereen op een hulp reed. De kopman bij de Italianen, Matteo Trentin, toch niet de eerste, de beste, denken wij. Ja, die heeft daar een lel gekregen in deze aankomst hier. Dat is het verschil tussen... je ziet ook het gebaar van Trentin naar Van der Poel. Maar dus de weersomstandigheden, zeer belangrijk voor hem. Straks gaan er nog tubes uit de kelder moeten gehaald worden, Wout. Heb je er nog liggen, speciale? Ik heb van alles liggen, man. Ja, maar je gaat ze niet meer tot daar brengen. Nog even terug naar het begingesprek. Wout van Aert moet geen schadeclaim indienen tegen ASO, Tom. Niet omdat ik niet vind dat hij gelijk heeft. En ook niet omdat ik vind dat ASO fout is en omdat die wel eens mogen vervolgd worden. Voor nog veel andere zaken. Maar ik vrees dat dat een beetje de dood van de wielersport zou kunnen zijn. Ze zouden mee beginnen. Ja, daar heb ik ook aan gedacht, want hij zet dan een precedent. Ja, als dat in uw voordeel wordt uitgesproken... Dan heeft het gerecht een precedent. Dan hebben we 350 zaken zoals dit ieder jaar. Dan gaat er geen ene organisator nog een wielerkoers willen organiseren. Ja, want dan in Rudervoorde, kermiskoers... Dan krijg je hem er verzekerd dan. Het is dat. Oula, er wacht ineens een belangrijke taak. Ja, wat? Ik word overvallen. Ja, sorry, ik wist het ook niet dat ze dit gingen zeggen. Nee, maar dat is effectief. Ik volg de redenering wel, maar ik lig natuurlijk wel... Ja, als je normaal tegen een hek rijdt, je schuift weg. Ik zei ook niet dat je hebt gelijk. Dat staat erop, maar... Je hebt gelijk, maar je moet denken dat de gevolgen van een precedent dat geschept wordt, dat is voor altijd. Hè. Maar ja, nu zeg je, we zijn voor de wielersport. Kun dat niet we zitten in van de zee schuiven? Dat kan veel. Ja, maar dat ook. We zitten in een veranderende tijd en rechtszaken zijn algemeen goed geworden, spijtig genoeg. Maar als organisator is het al niet gemakkelijk. Ik zeg ook niet dat die mannen altijd gelijk hebben, verre van. Maar ze gaan veel meer organisatoren nu veel schrik krijgen. De verzekeringen gaan dat niet meer willen verzekeren. En dan ga je in een straatje belanden waarin er nog heel weinig koersen gaan georganiseerd worden. Enkel nog die heel grote koersen die dat kunnen dragen. Want een verzekering voor zoiets is al... Advocaten gaan zeggen ooit voor de rechtbank van Parijs... Is of we gaan allemaal, zoals in Amerika, voor iedere wedstrijd afstand van verhaal moeten beginnen tekenen. Dat je niemand kunt vervolgen. Dat kan ook een gevolg zijn. Zover had ik nog niet nagedacht, maar voor alle duidelijkheid, dat is, is ook... we ploegen met management die dat belangrijk vinden om het niet zo te laten. En Hollander. Ik ben er... ben kom aan, nog iets. Ja. Nog iets op. Ik ben er zeker niet tegen, maar ik vind dat het toch wel... de schade die ik heb opgelopen, dat toch niet... Niet weinig. Wel, ik denk inderdaad dat het... Dat maar iedereen... zover hoeft het voor mij natuurlijk ook niet te komen. Ik denk dat iedereen daar 100% gelijk in geeft. Het zal een keuze zijn tussen het verhaal waar jij recht op hebt, enerzijds, en anderzijds de gevolgen daarvan inschatten. Moet jij daar als individu voor de gevolgen instaan, is een andere vraag. Misschien moet dat niet. Ik denk dat ook zo... is toch onze overkoepelende band en zouden zich bezig met echt belachelijke dingen. We gaan er nu niet meer lang over hebben. Sokkenmetingen? Maar ze zouden zich beter bezighouden met parcoursen te controleren en goed te keuren. Zeg je dan nog altijd die buddy-discussie? Ja, eigenlijk wel. Maar vind ik dan nu wordt het ineens weer heel concreet. Hè, als je zoiets maar het is ook zo dat... Ieder jaar zo één geval worden dat dat weer even concreet wordt. Maar dat er is eerst... elk weekend. Die mannen dan nog koersen, hè. Dan moet je zeggen, of nu, het WK, we starten niet. Het WK is het paradepaardje van de UCI. Dat is eigenlijk de enige wedstrijd waar ze echt iets aan kunnen verliezen of aan kunnen winnen. Ga jij bijna van Avermaet bellen? Ja, maar dat is altijd het probleem, hè, met een peloton. Er zijn er altijd wel die willen rijden, er zijn er niet die willen rijden. Dus je krijgt nooit iets klaar. Bestaan. Dat gaat zondag ook zo zijn, hè. Maar ik weet niet hard waaien en regenen.
En ze komen buiten en A vindt het, oh, het regent, het is veel te gevaarlijk en ik kan aan parijs blijven en ik moet lager wielen steken nu. En B zegt, ja, het zo is thuis, dan train ik ook. En dan moet er maar één zeggen dat het maar doorrijdt om de rest mee te trekken. Okay. Maar de UC schiet tekort. Nogmaals, we hebben alweer een extra verhaaltje erbij. De beloftenwedstrijd van morgen is ingekort omdat ze zich verrekend hadden. Het zou donker geweest zijn als de aankomst daar was. Pijnlijk toch? Zeker. Ook vandaag bij de juniors is een Colombiaan die lek rijdt, die geen wiel krijgt. Ik vind die jongens, die starten met twee man, die komen van alle kanten. We hebben het beeld. Heeft iedereen het gezien? Ik heb het gezien, hoor. Deze jongen hier? Hier staat het dan. Ik vind gewoon op een WK zou je toch de eerste wagens na de wedstrijd commissaris zou toch gewoon neutrale wagens moeten zijn, zodanig dat jongens zoals hem een wiel kunnen krijgen. Dat kan toch niet zo moeilijk te regelen zijn? Het heeft minuten geduurd, hè, tot huilend toe, ja. Tranen met tuiten, die jongens van WK zat erop. Anti-reclame is dat. Ja, die komt duizenden kilometers gereisd, heeft lang getraind. Nee, dat is misschien die jongens in een droom geweest om daar te zijn. Te presteren, ja. Hij is uiteindelijk nog 60ste geworden. Zeg maar iets, heeft de koers uit met 60ste geworden. Vind je dat hij een klacht mag indienen, Tom? Ja. Ja, die wel. Allee, ja, want daar komen geen verzekeringen en zo bij kijken. Of het stopt hier nog niet, hè? Kijk. Dat maakt het allemaal ingewikkeld. Kijk, dit blijft duren, hè? Een schrikkelijk beeld. Ja. Het WK wielrennen. Ja. Er is werk aan. Snap, nu gaat hij nog 60ste worden, eigenlijk. Ja. We waren er maar 60. Dat weet ik. Dat denk ik niet. Kijk, zijn er die gelost zijn, dat is al misschien een groepje. Nog zoiets dat al die auto's hetzelfde kleur hebben, is toch ook verschrikkelijk. Je weet niet welke de jouwe is bedoeld. Voilà. Ja. Zeker die mannen die, als je zo wat Choco zet, net voordat het finaal was dat begon, dan zie je hun auto niet meer. Hè? Ja. Heeft dat ook gewoon nationale kleur, dat is toch niet moeilijk. Of allemaal neutrale wagens. German Gomez Becerra, we gaan zijn naam nooit vergeten. Colombiaan. We wensen hem van hieruit alle sterkte toe en veel succes voor de komende opdrachten. Tot slot, mannen, de komende dagen. Koers op Sportza natuurlijk. Jullie kijken mee, wij weten dat. Om 10:30 morgen, juniorenwedstrijd bij de vrouwen. Om 5:00 na de training, Jan, als je terug bent. Beloftewedstrijd bij de mannen. Die komen net aan voor het donker. Dat is geregeld met de UCI. En zaterdag is er dan de elitewedstrijd bij de vrouwen. Zondag vanaf 9:00, omkadering en al. Iedereen zit paraat bij de VRT om een dag de profs uit te zenden. Heren, ik ga jullie bedanken voor de komst. Dat was bijzonder interessant. Wout van Aert, veel succes met de revalidatie. Ilio Keijs, dank je wel om te komen. Jan Bakelands, alweer een gefundeerde mening. En Tom Boonen, zoals altijd. Dank jullie wel, mannen. Morgen is het exact 10 jaar geleden dat een Australiër mocht proeven van het opperste wielergebuk. Geluk liever in het Zwitserse Mendrisio op een boogschuit van zijn deur kroonde Cadel Evans zich tot wereldkampioen. De wat introverte, maar toch aimabele Australiër, de man die nooit kon winnen, die won dan toch en werd de allereerste wereldkampioen van zijn land. Tot de volgende keer. Evans probeert het. Ze waart een aanval, Cadel Evans. Het zou toch niet waar zijn, hè? En hij kan klimmen. Hij kan klimmen, maar is niet zo explosief. Evans is WK-rijp. Kan het dan toch dat hij wint? Vlak bij zijn deur. Woont hier op 3 kilometer van het parcours. When you sit down in your team meeting, I've been concentrated on this race for a year, and they get up. No, you're not the team leader. You're like number two or number three pick in the team. You really have to believe in yourself then, and yeah, that when you're in that kind of situation, it's a little spit in the face. But I'd been spat in my face quite a few times that year by cycling. And Evans, oh la 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 la, daar zit nog wat op, daar zit nog wat op. De zegenroes, hè? De zegenroes. Ja, nu moet je die tanden kapot bijten. It was a year that I think I can count on one hand the people who had faith in me as a bike rider. Cadel Evans, dames en heren, op weg naar goud. Goud voor Australië. So I just remember coming to the finish line and I think, thank you, you in Mendrisio and the people in Stabio, because the people who supported me, my coach and my family at the time was no one else in the world sort of believed in me. Cadel Evans, een bekroning voor doorzettingsvermogen. Cadel Evans is wereldkampioen. All these people just telling me, no, you can't do it, no, you're done. What better gesture than to win a world title? And I don't need to say anything after that, then maybe I'm still a good rider.
So I'd like to think I let my legs do the talking.